Ja, en nu even over mijn uh, reisplannen. Allereerst uh, het eerste wat ik ga doen met de camper is een weekend weg. En dat is 13, 14 en 15 maart. Dan sta ik met de camper op camperplaats Vogelwaarde in Hulst. Daar is een evenement georganiseerd voor vanlifers en zelfbouwcampers. En dat is georganiseerd door Pascal uit België. En zijn YouTube kanaal is Mobiel Wonen. Je kan niet meer inschrijven voor het evenement, want het is compleet volgeboekt. Je kan wel komen kijken, maar je kan er niet meer overnachten, want... Nogmaals, het is helemaal volgeboekt. Maar wil je eens uh, kijken hoe mensen uh, hun camper hebben ingericht of wil je andere informatie vergaren tijdens het weekend, dan ben je van harte welkom. En eventueel kan je daar ook nog contact voor opnemen met Pascal. En nogmaals, zijn uh, YouTube-kanaal is Mobiel Wonen. Nou, wat ga ik verder doen? Dat ga ik jullie laten zien op een overzichtskaartje. Wat ik uh, heb gemaakt. En dat ga ik je nu laten zien. Nou, wat staat er op de planning dit jaar wat reizen betreft? Ik heb sowieso drie dingen gepland. Wat uh, al lang op mijn verlanglijstje staat. En dat is nummer 1. Dat is uh, van Nederland naar Frankrijk, naar Bretagne. En daar ben ik een keer in een haven geweest toen ik een zeilboot heb weggebracht van Nederland naar Portugal. En toen hebben we in die haven gelegen. gelegen en daar wil ik heel graag nog eens een keertje naartoe met uh, de camper. En zeker dat gebied daar uh, rond die haven. dat is verschrikkelijk mooi daar zo. Ik heb daar een aantal wandelingen gemaakt. Toen we, daar, we hebben daar twee dagen in de haven gelegen. En het was, uh, die omgeving uh, die is fantastisch. Dus daar wil ik sowieso. Uh, wat langere tijd doorbrengen. Ik heb. Uh, die reizen nu even een nummertje gegeven, maar dat kan wisselen. Dat wil nu zeggen, ik weet nu niet wel wat de volgorde worden. Nou, uh, uh, dan wil ik een uh, grote reis gaan maken. Die gaat van Nederland naar Duitsland. Naar Tsjechië, Polen, uh, Slowakije. Hongarije, Kroatië. Slovenië. Oostenrijk, Duitsland en weer terug. En ik weet nog niet precies wanneer ik dat ga doen. Ik denk dat dat wordt ergens augustus september. Maar dat kan ook uh, uh, september, oktober zijn. Dat, dat ligt een beetje aan het weer. Uh, het kan uh, in die landen verschrikkelijk warm zijn. Uh, in deze regio. Dus dat ligt een beetje aan hoe, het, uh, hoe, hoe de weersberichten, uh, de weersvooruitzichten zijn. En dan wil ik nog een uh, kleinere trip maken. Uh, die zal uh, niet zo lang zijn. Misschien een weekje of zo. En dat is van Nederland naar de rivier de Somme. En de rivier de Sommer, die kan je helemaal mooi afrijden met de camper tot aan de kust. En ook daar ben ik, in dat kustplaatsje ben ik al eens een keer een paar keer geweest. En ja, dat is ook verschrikkelijk mooi, maar die uh, rivier een keertje met de camper afrijden, dat is natuurlijk ook een keer leuk. Want het schijnt een mooie route te zijn. Dus dat staat ook op de planning. Nou ja, tussendoor zal ik zeker nog een paar keer in Frankrijk komen. In de Loire-streek. Dus uh, ja, ik weet nog niet hoe het er allemaal uit gaat zien. Ligt ook een beetje aan mijn werk. Uh, maar zeg maar, in juni is zo'n beetje mijn seizoen. Uh, het voorseizoen afgelopen en dan heb ik weer tijd om weg te gaan en dat begint zeg maar weer in oktober november december dan uh, komt er weer werk binnen en dan moet ik weer uh, dan moet ik weer een beetje uh, ja dan moet ik weer terug zijn dus het ligt ook een beetje aan hoeveel werk krijg ik binnen wat voor werk krijg ik binnen dat weet ik allemaal nog niet dus het zijn een beetje vage plannen nog. Maar ik ga zeker ik ga dat zeker doen. Maar de exacte tijd, dat weet ik nog niet. Dus allereerst gaan we naar het weekend van Pascal. En ja, dat, dat ga ik eerst doen. En daarna. Uh, dan uh, ja, dan moet de tunnel weer wat gewerkt worden en dan, als het dan uh, ergens in juni, dan uh, ga ik kijken wat ik eerst ga doen. Maar ik vermoed dat uh, de trip naar Bretagne dat die het uh, eerste gaat uh, plaatsvinden. En dan wellicht deze en dan misschien daarna nog een keer die. Of ja, dat kan. Maar nogmaals, ik weet het niet. De, de, de plannen zijn er uh, om gemaakt uh, te worden, maar die kunnen ook weer wijzigen. Maar in ieder geval, die trips die ga ik doen. Maar de exacte tijdsbestek uh, wanneer ik dat ga doen, dat weet ik nog niet. En daar komt uiteraard een uitgebreid uh, verslag weer van.